Jeroen Stoop, je bent CEO en oprichter van Makelaarsland. Hoe ben je de crisis doorgekomen? Ik zit er nog steeds en ik ben geen gewicht kwijtgeraakt. Ja, hoeveel huizen en hoeveel mensen heb je? Wij hebben op dit moment een woningportefeuille van 4000 woningen. En dat doen we met 30 man. Hoeveel daarvan zijn makelaars? 10. Oké, dus 30 mensen. Wat is je marktaandeel daarmee? Ons marktaandeel op dit moment is 2,7% van de NVM-makelaars. En als je kijkt, iedereen heeft nu tegenwoordig zo'n makelaarslandformule. Wat is het totaal aantal woningen wat jij schat dat verkocht wordt per jaar via internet? Ik verwacht dat dat ongeveer 7-8% is. Ja. Nou, is er een reden waarom dat niet veel meer is? Wat is de reden? Want jullie al op een gegeven moment hadden jullie 5% marktaandeel. Van, wat is de reden dat dat niet veel meer is? Ik denk dat met name de crisis ervoor gezorgd heeft dat men toch graag wil dat hun hand wordt vastgehouden door een lokale held. En de makelaar heeft zich prima geweerd. Even over big data. Jullie hebben natuurlijk een bak met een eigen bak met databases. Wat doe jij met big data? Ja, wij gaan geven maandelijks een woningmarktindicator uit. En dat is een voorspelling van het aantal woningen wat in de komende maanden zal worden verkocht. En het geeft een beeld van de afgelopen maand. Ja, en dat doe je elke maand, hè? Dus je kunt gewoon, dat doe je, hoe lang doe je dat al? Ja, we doen dat nu een jaar of twee. Ja, en hoe vergelijkt die met het kadaster en met de NVM? Want jullie doen het maandelijks en zij doen het drie maandelijks. Ja, dat zijn verschillende periodes die worden gemeten. Maar als je gewoon over een heel jaar kijkt, dan zijn de resultaten hetzelfde. Ja, wat zie jij voor de toekomst voor jou als online makelaar? Wat zie jij van mogelijkheden, zeg maar? De hele mobiliteit, de big data. Wat voor middelen krijg jij om op een gegeven moment meer marktaandeel te krijgen? Ik denk dat het goed is dat wij zuivere data krijgen en ook gaan gebruiken. Zoals hopelijk de NVM vandaag laat zien, vanuit Midas. En die informatie die zullen wij gaan delen uiteindelijk met onze klanten. Maar ook onze klanten met die data goed gaan informeren. Als je nou kijkt van bijvoorbeeld met mobiel, wij zijn met Skype aan elkaar aan het praten. Dat kan prima, ik zou je in het huis kunnen laten zien. Dat zit nog niet in jullie formule, zeg maar, om veel intenser contact te krijgen via moderne middelen. Gaat daar nog iets mee gebeuren? Ik denk dat het komend jaar daar wel veranderingen in gaan komen. Omdat het tegenwoordig vrij makkelijk is om een digitale bezichtiging bijvoorbeeld te gaan afnemen. En wij zullen in die markt gaan springen op het moment dat het in ieder geval ook bij de consument voldoende tussen de oren zit dat die mogelijkheden zijn. En zij ook die mogelijkheden gaan accepteren. Ja. Nu zijn jullie met een fantastische advertentiecampagne waar iedere makelaar kokend bloed van kreeg, zijn jullie begonnen. En grote verwachtingen, een beetje Uber eigenlijk, wat Uber nu doet in de taximarkt. Hoe groot denk je dat het marktaandeel van deze online makelaars gaat worden in de komende 5 à 10 jaar? Hoeveel ruimte zit er nog in? Ik vind het moeilijk te voorspellen, omdat er de afgelopen 10 jaar blijkt dat er helemaal niet zoveel ruimte in zit. En ik verwacht dat we toch wel aan de andere kant wat achter de andere internetwinkels aangelopen, de detailhandel bijvoorbeeld, die ook nog maar op 10% zit en verwacht naar 25% te groeien. Als ik daarnaar kijk, verwacht ik dat Makelaarsland, de internetmakelarij, naar 20% zal groeien. Hopelijk Makelaarsland. Oké, dankjewel.